Fysiotherapeut Jace van Hek vindt het belangrijk dat zijn patiënten genoeg bewegen. En samen met zijn patiënten stelt hij concrete doelen om naartoe te werken. Zoals bijvoorbeeld weer zelfstandig kunnen sporten. Jace, waarom is bewegen zo belangrijk? Bewegen is belangrijk voor mensen omdat ze dan op die manier een eigen actieve leefstijl kunnen ontwikkelen. En daarnaast kunnen ze ook een fysieke conditie kunnen ze verbeteren. Maar wat veel mensen natuurlijk niet weten is dat gezond bewegen en een actieve leefstijl dat ook een positieve invloed heeft op je geest eigenlijk, op je mentale welzijn. En welke rol speel jij daarin als fysiotherapeut? Ik denk de fysiotherapeut van nu is naast hulpverlener zijn ook vooral een begeleider en een coach. En daarnaast is het ook heel belangrijk dat ik dus samen met een patiënt kan gaan kijken, goh, wat voor sport vind jij nu leuk om te doen en welke sport past ook bij jou en hoe kunnen we dat gaan realiseren? Dan mag je op deze fiets komen zitten. Oké. Okay. Een van de mensen die jij begeleidt is Carla. Carla, waarom sport jij? Ik sport om zo lang mogelijk fysiek mijn ding wil blijven doen. En de fysio, dat helpt mij. Dat zorgt ervoor dat ik nog goed kan functioneren. Want wat heb jij? Waar heb je last van? Ik ben chronisch moe. En dit geeft mij energie. En hoe helpt Jace jou? Ja, hij haalt echt het positieve bij mij naar boven. Of wat ik wel kan. Dus dat aan mijn lichaam leer kennen, denk ik. Ja, en nu hebben jullie ook samen een concreet doel gesteld. Wat is dat doel? Dat ik zelfstandig ga sporten. Dat ik mijn dingen weer oppik die ik voorheen deed. En hoe bereik je dat, Jace? Door inderdaad met Carla weer concrete doelen te gaan stellen. En daarnaast om haar lichaam weer wat belastbaarder te laten worden. Dus zorgen dat ze voldoende kracht heeft, dat ze voldoende conditie heeft. Om uiteindelijk zelf te gaan sporten en dat ze ook de kennis ervan heeft om zelf een sportprogramma te gaan samenstellen. En heb je nou nog een tip voor mensen die het lastig vinden om te gaan bewegen? Als je niet in je eentje voor elkaar kan krijgen, zoek inderdaad hulp van een fysiotherapeut. Hij of zij die zou je kunnen helpen om een passende sport voor jou te vinden. En daarbij ook concrete doelen te stellen. Zodat het voor jezelf allemaal wat behapbaarder wordt. En dat het niet meer een hele grote berg is waar je tegenop moet kijken. Dat klinkt heel logisch. En wat ook heel logisch is, is onze website unieksportenbrabant.nl. Daar vind je alles over diverse zorgprofessionals die jou weer aan het sporten krijgen.